In 2009 was op alle grote filmfestivals Hadwig te zien, een film van de Franse cineast Bruno Dumont. Met deze film wilde Dumont reflecteren over twee vragen die hem bezighielden: kan religie nog iets betekenen in de samenleving vandaag? En de tweede vraag: wat is pure liefde? Inspiratie voor antwoorden op deze vragen. Vond de hedendaagse filmmaker bij een middeleeuwse schrijfster uit de 13e eeuw, Hadewig. Het hoofdpersonage in de film is Céline, een jonge studenten theologie in het hedendaagse Parijs, afkomstig uit een welgesteld maar emotiearm nest. Liefde zoekt Céline bij God, op wie ze zich hartstochtelijk verliefd voelt. Tijdens de zomermaanden gaat ze op retretten in een klooster, en daar neemt ze de naam Hadewig aan. Filmmaker Dumont staat ervoor bekend dat hij in zijn filosofische films heel weinig tekst gebruikt. En opvallend is nu dat de schaarse tekst in de film Hadewig voor een groot deel bestaat uit citaten uit het werk van de gelijknamige Middel-Nederlandse schrijfster. In Franse vertaling natuurlijk. Wanneer Céline bijvoorbeeld in de kloostertuin bidt voor een beeld van Christus in het graf, dan doet ze dat met de volgende woorden: Hai minne, gemaat uw geweldige krachten, Gie hebben die dagen en de ik die nachten. Wat doet die mij jagen, uw jachten en de Gie mij zo verre voorontvaart? Gietoet Michel de selke pachten, mij gruwelt dat ik die mensen waard. Ai, minne, jij bezit de dagen, ik de nachten. Het gruwt me dat ik leef. Het zijn passionele verzen die raken, ook vandaag nog, meer dan 700 jaar nadat Hadewig ze schreef. Filmmaker Dumont is niet de enige die Hadewig vandaag nog leest. Velen zijn geïntrigeerd door de figuur en door haar werk. De aantrekkingskracht die het vandaag de dag nog heeft, staat in schril contrast met het feit dat het eeuwenlang vergeten is geweest. Pas in 1830 werden twee middeleeuwse handschriften met haar werk herontdekt. In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. In eerste instantie waren de geleerden vooral geboeid door de 45 liefdesliederen in die handschriften. Maar de handschriften bevatten ook 14 visioenen, 31 brieven in proza en 16 brieven op rijm. Al die teksten gaan over één enkel thema: de minnen de mystieke liefde tussen de mens en God. En over hoe een mens door de minnen de God in zichzelf kan vinden. Sinds de herontdekking van haar werk werden boeken volgeschreven over Hadewig's visie op de mystieke liefde. En ook over het literaire genie waarmee ze die visie verwoordde. Hadewig staat vandaag dan ook bekend... Als een vooraanstaande mystica in de geschiedenis van de Westerse spiritualiteit, en daarnaast ook als een belangrijke auteur uit de kanon van de Nederlandse letterkunde. Maar wie was deze vrouw eigenlijk? Jammer genoeg weten we over de historische figuur die achter de geschrifte schuil gaat zo goed als niets. Er zijn uit de middeleeuwen maar twee kleine verwijzingen naar Hadewig bewaard gebleven. Allebei dateren ze uit de 14e eeuw en omschrijven ze haar als een heilige vrouw en een spirituele lerares. Eén van de twee bronnen vermeldt nog dat ze met haar leer 100 jaar geleden in Brabant mensen hielp om de spirituele verlichting te bereiken. En de andere bron vermeldt dat ze boeken schreef, die door God aan haar waren geopenbaard. Dus, Hadewig leefde in de 13e eeuw, in het middeleeuwse hertogdom Brabant, en misschien wel in de stad Antwerpen, want in een laat-middeleeuwse wordt ze Hadewig van Antwerpen genoemd. Deze Hadewig had een eigen spirituele leer die ze in teksten heeft neergeschreven. En ze werd in haar tijd beschouwd als een heilige. Ze was dus een zogenaamde levende heilige. Levende heiligen werden geacht zo'n intieme band te hebben met God dat ze zijn wil kenden en zijn boodschap aan anderen konden doorgeven. In de 13e eeuw. Waren er in het Prinsbistom Luik, het Hertogdom Brabant, de regio Loon-Limburg en het aanpalende Rijnland nogal wat vrouwen die die status van levende heilige hadden? Sommigen woonden als begijn in de stad, alleen in een huis of samen met geestverwanten. Anderen waren kloosterzuster. En weer anderen waren gehuwd of weduwe maar hoe verschillend hun levenswijze ook was allemaal werden ze beschouwd als bruiden als minnaressen van Christus vrouwen die een zo intense liefdesband met Christus hadden dat ze een directe toegang hadden tot de goddelijke waarheid deze vrouwen hadden dan ook volgelingen die ook wel geestelijke kinderen werden genoemd en ze begeleiden die volgelingen bij hun spirituele ontwikkeling. Hoe en waar Hadewig precies geleefd heeft, dat weten we niet. De geschriften die we van haar kennen... bevatten immers zo goed als geen biografische gegevens. Wat wel overduidelijk uit de geschriften blijkt... is dat ze die teksten schreef vanuit haar rol als spirituele coach. En vooral in de brieven... Komt dat goed tot uiting. Ze geeft de geadresseerde lessen mee in de mystieke minnen, en doorspekt die met aanmoedigingen en waarschuwingen. Zoals bijvoorbeeld de volgende vertaalde passage mooi illustreert. Ach, zoete lieve kind, wees wijs in God. Want wijsheid kan jij goed gebruiken. En elke mens trouwens, die als God wil worden, want wijsheid leidt zeer diep in God. Ach, jou staat nog veel te doen als je zowel God als het mens zijn wilt beleven. En als je wilt opgroeien tot de volle waardigheid, waarin je door God wordt bemind en waartoe jij bent geroepen, streef daarom wijs en krachtig naar wat je toebehoort, en doe dat onvervaard. En handel daarbij in alles op een wijze die jouw vrije, edele ziel waardig is. Zoals gezegd, schrijft Hadewig uitsluitend over de Minne. Biografische gegevens komen in haar teksten niet voor. Toch schemert hier en daar iets van Hadewigs concrete leven door. Zo heeft ze het bijvoorbeeld meer dan eens over de vreemden. Dat zijn mensen die weliswaar hetzelfde christelijke geloof hebben als zij, maar die toch een andere visie hebben op hoe de spirituele volmaaktheid bereikt kan worden. In een van haar brieven waarschuwt ze een vriendin om niet bij vreemden te gaan wonen. En in haar gedichten. Plaatst ze meermaals de wijzen tegenover de vreemden. De wijzen laten zich door niets anders leiden dan de minnen, de goddelijke liefde. De vreemden daarentegen, die kennen de minnen niet. Mystici zoals Hadewig zeggen dat de mens en God elkaar rechtstreeks kunnen ontmoeten, zonder dat de kerk en haar priesters, als bemiddelaar moeten optreden tussen God en de gelovigen. Maar daar was niet iedereen het in die tijd mee eens. Verschillende mystici werden dan ook door de kerk veroordeeld. En het zou kunnen dat ook Hadewig op een bepaald moment vervolgd is geweest. In een van haar brieven schrijft ze namelijk aan de geadresseerde dat hij zich geen zorgen moet maken als ze in moeilijkheden zou komen. Ze schrijft: Ik wil dat je je om mij zo weinig zorgen maakt als je maar kan, of ik nu verbannen ben, of ronddoel, of gevangen zit, want het is allemaal het werk van de Minne.